Wat wij nodig hebben van S is een bakkie. Hey, kom op, schreeuw uit, de koffie komt mijn neus uit. Hey, alle hoer, ik bedoel een alhangwagentje, een opleggertje natuurlijk, een bakkie. Oh, zo'n bakkie? Ja. Oh, wacht even, hè. Jij bedoelt zo'n bakkie aan de trekhaak. We hadden toch al lang zo'n bakkie moeten hebben? Hoezo? We hebben toch altijd zonder bakkie kunnen doen? Ja, waarom? Omdat we geen bakkie hadden. Oh, op die manier. Godver, Jacobsen, hoe komen wij aan een bakkie? Nou, ik weet wel zo'n bakkie te staan. Oh ja, wat is dat voor een bakkie? Dat is een heel geinig bakkie voor zijn prijs. Wat kost dat bakkie dan? Vijf. Vijf? Nou, dat is behoorlijk veel voor een bakkie. Voor dat bakkie niet hoor. Trouwens, je krijgt er nog vijf van mij, weet je nog wel? Oh, wacht even. Ja. Voor die plafonnetjes in de Wermerstraat. Ja, en die gemetselde schoon, de Hemsterhuis. Ik dacht dat we zes hadden afgesproken hier. Nee, vijf hoor, staan erbij. Ja, weet ik zeker. En daar kopen wij dat bakkie voor. Ja, nee. Hartstikke mooi bakkie. Eerlijk is eerlijk. Jongen, we kennen met dit bakkie lezen en schrijven. We kennen met dit bakkie in de antiek. Schoonmaakbedrijf, ladders in dat bakkie. Ziekenvervoer. Oude kok. Schilderwerken, oude metalen. Dit bakkie is een moppetrommel. Binnen een jaar heb jij dat bakkie eruit, Van Es. Zo. Hé, Jacobsen, wacht even. Hoe verrekenen we dat nou? Wat? Nou, het is mijn bakkie. Mijn bakkie komt niet aan de weg. Jouw bakkie, het is ons bakkie. Hé? Tuurlijk. Ik heb dat bakkie toch betaald? Ja, natuurlijk. Nou, dan heb ik toch recht op een vergoeding voor mijn bakkie? Wel, nee. Hé? Wel, nee. Voorbeeldje, stel jij zou als timmerman zwart bij mijn werk. Ja. Dan ga ik jou toch ook geen vergoeding voor je hamer betalen? Nee, maar ik ben toch geen timmerman? Nee, maar je bent transporteur. Dus je hamer is als het ware je bakkie? Ja, op zo'n manier. Begrijp je wel? Tuurlijk. Nee, dat ken je. Oké. Goed, dat ken je. Ja. Begrijp je wel? Nee, wacht nou even, Jacobs. Hé? Nee, maar wat verdien ik dan nou? Nou, gewoon hetzelfde wat je altijd al verdiende. Dus de helft van wat we vangen, plus dat je mij betaalt 50 cent per kilometer als vergoeding. 50 cent? Maar we bereiken altijd 30 cent, Jacob. Ja, voor die vorige auto. Maar deze auto komt op 50 cent per kilometer. Dus 25 cent per kilometer afschrijving en onderhoud, dat die weer niet meteen naar de Rasmadee gaat. Plus 15 cent voor het trekken van jouw bakkie, toeslag. Want dat zuidbenzine, dat bakkie, dat zie je nou al. Een leuk bakkie met zuidbenzine. En 10 cent voor het meerijden. Voor het meerijden? Ja, natuurlijk. Dat is toch voor niks? We gaan vanmiddag naar Franeker voor de partijtje gietijzer en pijpen. Ja. He? Dan moet jij eens een taxi nemen. Begrijp je wel? 5 cent per kilometer, ik kan het echt niet minder doen, want het bedrijf is niet verantwoord. Ik doe het niet voor mij, doe het voor ons, doe het voor de zaak. Ja, nee, dat begrijp ik wel, maar... Ja, doe het voor de zaak, dat is allemaal rekenen van mijn kant uit. Dubbeltje per kilometer, godver. Ja, maar voor een dubbeltje zit je toch als een prins op je luie krent van S, in een luxe wagen. Ik bedoel, ik wil ook wel 40 cent per kilometer rekening brengen, maar daar kun je niet mee rijden, hoor. Dan moet je het maar anders oplossen. Kijk, het is een leuke jongen hoor, Van Es. Maar zijn makke is wat al die gasten hebben. Je betaalt ze als wacht. En er is een nog vol dubbeltje op de eerste rij zit. En daaraan gaat dit land naar de kloten. Daaraan. Come on, everybody! Give me a seat! Nou ja, ik heet eigenlijk Dini naar mijn oma. Maar toen ben ik dan die kapsalon begonnen in 91. En die heb ik Cediana genoemd. Dat klinkt gewoon beter, weet je wel. Jij bent dus eigenlijk, ben jij kapster. Jij hebt heel veel vrouwen mooi gemaakt. Jij bent zelf een mooie vrouw. Je hebt dus heel veel mannen gekend in jouw leven. Nou, misschien uit bossenmannen.